Het perscentrum van het kabinet van de president zal binnenkort een facelift ondergaan, vertelde onderdirecteur bouwkundige werken op het ministerie van Openbare Werken, Rakesh Kalisingh. Dit zei gisteren bij de start van een reeks werkbezoeken bij het voormalige gebouw van Financiën en Planning. Het gebouw van de staatsraad zal verder uitgebreid worden. Het gebouw van de staatsraad, en die is dan niet ver van hier, op Steenworp afstand, u weet, Zeelandiaplein. En dat gebouw, we hebben een fase 1 reeds opgeleverd, dat is dus renovatie van het bestaande gebouw. En momenteel zijn we dus in voorbereiding om een uitbreiding te doen naar de achterzijde, naar de behoeften van de staatsraad. En dan hebben we ook nog het perscentrum van het kabinet van de president. Die zal ook een facelift krijgen en een kleine uitbreiding naar achteren toe. Dat project is ook reeds gegund en moet binnenkort van start gaan. Kalisingh geeft verder aan dat het presidentieel paleis integraal zal worden aangepakt. Er zullen geen brandjes meer worden geblust. De onderdirecteur zegt dat er vaak kleine lekkages en andere gebreken werden aangepakt die door harde regens en rukwinden werden veroorzaakt.